Een hele goede morgen en van harte welkom bij weer een nieuwe morning setup. En vandaag hebben we voor het eerst een wifi-verlenger in de tuin. Dus ik ben eens even benieuwd of het beeld en het geluid oké is. Fijn als je dat even in de chat zou kunnen laten weten of jullie me horen. Fijn, dankjewel. En ja, gisteravond kreeg ik een hele goede suggestie van Lieke. Namelijk een morning setup voor als je last hebt van hooikoorts. En ik heb daar wat dingen op gevonden uit de traditional Chinese medicine. Dus let's get started. Voor als je last hebt van hooikoorts. Maar ook als je geen last hebt van hooikoorts. Want hooikoorts wil eigenlijk zeggen dat je immuunsysteem aan het overreageren is op iets wat in potentie niet schadelijk is. Maar je immuunsysteem denkt: oh, hier kan ik helemaal niet tegen, hier moet ik me tegen verweren. En inmiddels ben ik even lekker komen staan. Je kunt het ook zittend doen. Want het eerste wat we gaan doen is de galblaasmeridiaan. In ieder geval, dat is een hele lange meridiaan. Maar alleen het stukje van het hoofd gaan we eventjes tegen de stroom in bestrijken. En het is nogal een ingewikkelde meridiaan. Maar ik leid jullie er doorheen. Dus je mag vast je handen wat warm wrijven, wat energie opwekken. En dan beginnen we bij het punt aan de buitenkant van de ogen. Dus aan de buitenkant van de ogen. En dan maak je daar even contact mee op een zachte manier. En eigenlijk merk je wellicht meteen dat dit al een beetje rust geeft. En misschien merk je dat nog helemaal niet en er is niks mis mee. Maar wat je vervolgens doet, is een lijn trekken vanaf de hoek van je oog naar het midden van je oor. Het midden van je oor. En vanaf daar kom je recht omhoog over je slapen. Recht omhoog over je slapen. En dan ga je achter je oor langs tot aan het punt waar de nervus vagus naar buiten komt. Dus dan zit je in het kuiltje onder je oren. En ook daar hou je heel eventjes contact. Daar raken we ook meteen de nervus vagus, zoals gezegd. En na dit punt ga je weer schuin omhoog over je schedel naar voren. Schuin omhoog over je schedel naar voren. Dan ben je een beetje aan de voorkant. En dan pak je je vingers en dan ga je in een rechte lijn naar beneden, naar de onderkant van je schedel. En daar zit het punt wat vooral interessant is. Het heet galblaasmeridiaanpunt nummer 20. En als je twijfelt waar je zit, voel maar waar het lekker voelt om te masseren. Dus ik zit ongeveer hier. Zo'n beetje bij de schedel aanzet. En je voelt vanzelf een plekje waar je iets meer liefde naartoe mag sturen, iets meer aandacht. Ah, en terwijl je dit doet, gun je jezelf een lekkere ademhaling. En laten we dan dit nog één keer doen, die hele beweging. Dus een hele complexe beweging. Schud ondertussen je handen los. En wrijven we opnieuw in de handen. Begin aan de buitenkant van je oog. Gaan we ietsje sneller. Trek een lijn naar het midden van je oor. En dan ga je over je slapen recht omhoog. Achter je oor langs. Tot aan het kuiltje. Dan ga je weer omhoog. Dus eigenlijk die galblaasmeridiaan die zigzagt de hele tijd over je hele lichaam. En vanaf boven je hoofd kom je over je schedel weer naar beneden, naar je nek. En dan gaat die daarna nog heel veel langer door. Helemaal tot aan je voeten, maar hij loopt de hele tijd zigzaggend.
Maar het ging om dit punt, galblaas 20, bij de aanzet van je schedel. En ik heb het gecombineerd met de beweging die ook heel erg helpt om je te kalmeren. Om je zenuwstelsel tot rust te brengen, gevoel van veiligheid te geven en naar parasympathisch te komen. En dan schud ik mijn handen weer los en dan pakken we een ander punt wat volgens de traditionele Chinese geneeskunst heel belangrijk is. Beide knieën en klop aan beide kanten van je knieën. En hier loopt ook die galblaas weer. Maar klop aan de zijkant en klop aan de voor- en achterkant. En eigenlijk pak je hiermee ook bijvoorbeeld de maagmeridiaan mee. Maag 36. Die kan je met twee vuisten net iets onder je knie. Kan je zachtjes bekloppen of met een vlakke hand. Maakt niet zoveel uit. Doe hoe het voor jou goed voelt. En dan wisselen we naar de andere kant. En ik voel het al in de been waar ik net geweest ben. Beklop de zijkant en de voor- en achterkant. En daarna net ietsje onder je knie. Op het zachte deel. Klop je ook met een losse vuist. Ha, en dan kom je tot rust. En zowel die galblaasmeridiaan, dat punt nummer 20, als deze maagmeridiaan, punt 36, en ook de galblaas die verder doorloopt, dat zijn twee punten die ondersteunen. Maar wat er voornamelijk aan de hand is, is dat hooikoorts op de longmeridiaan werkt. En de longmeridiaan, die hebben we wel eens vaker gedaan. Punt nummer 1 zit hier, net iets bij je schouder. Als je je schouder volgt en je komt dan iets naar binnen, daar voel je een kuiltje. En daar kun je even masseren en dat is het eerste longpunt. En terwijl je dat doet, adem lekker in. En volg maar je vingers. Laat jouw intuïtie maar leiden om te voelen waar een pijnlijk plekje is. En dan mag je daar wat liefde naartoe sturen, wat aandacht. En datzelfde geldt aan de andere kant. Dus je volgt je schouder, dan kom je ietsje naar binnen. En dan volg je waar een kuiltje zit, een zacht plekje waar het weefsel zacht is tussen alle pezen. En botten door. En voel maar eens of er verschil is tussen links en rechts. En geniet van dit momentje zelfzorg. En nadat we longpunt nummer 1 gestimuleerd hebben, is er nog een ander belangrijk longpunt. En dat zit aan de basis van de pols. Dus je houdt je hand alsof je iemand een hand schudt. En dan net iets aan de bovenkant en de binnenkant. Ik heb hier mijn linkerhand, dus dat is net waar mijn horloge normaal gesproken zit. Hier op dit punt ook weer een zacht punt zoeken. Dus niet op het bot. Niet op de pees, maar er net precies tussenin. En dan masseer je ook daar lichtjes. Ik doe het met mijn duim. Je kunt het ook met je vingers doen. Voel maar wat voor jou goed voelt. En je kunt dit punt wat bestrijken. En ook de andere kant. Hetzelfde verhaal. Dus het is aan de bovenkant en de binnenkant, als je het zo ziet. En denk eraan om lekker door te ademen. Kan lastig zijn als je hooikoorts hebt, dat je niet zo'n hele volle ademhaling kan doen. Misschien ben je binnen, valt het mee.
En na deze liefdevolle massage schud je ook weer los. En doen we een flow om alles wat in beweging gebracht is met de longen, om die naar buiten te brengen. En dat doen we als volgt. Je brengt je handen voor je hart. En dan in een rechte lijn zijwaarts breng je je handen op schouderhoogte met je handen geflext. Dus je handpalmen zijn omhoog. Kan je het net zien zo? Precies voor een boomstammetje zie ik. En dan kom je weer terug naar binnen. En op een uitademing hou je je handen geflext. Strek je je armen en misschien voel je meteen al een spanning in je armen optreden. En dat is een heel goed teken. Dat zijn alle fascia, het weefsel van de armen. En dat weefsel houdt ook allerlei energie vast. En die energie mag weer in beweging komen. Dus een kleine stretch op deze manier is precies wat goed is om vastgezette energie in de longen weer door te laten stromen. En zoals de Chinese geneeskunde het zegt, er is een teveel hete wind. En door deze beweging breng je als het ware meer verkoeling. En nadat we dit gedaan hebben een paar keer, kunnen we datzelfde doen wat ook heel goed is voor de longmeridiaan. Om energie vanaf de longen, geblokkeerde energie, naar buiten te brengen. En wat je dan kunt doen is je handen iets voor je longen houden. En je longen zijn dus een heel groot gebied. Veel groter dan je misschien zou verwachten, maar het bestrijkt eigenlijk je hele borstkast. Loopt ook naar achter, naar je rug. En maak even contact met de energie in jouw longen. Ontspan je knieën als je bent komen staan. Dit kan je ook heel goed zitten doen. En dan stel je je voor dat de energie uit je longen als een zwarte rook, de oude energie, de energie die ook vaak gekoppeld is aan de emotie verdriet. Als je die energie in je handen laat lopen en dan vervolgens met je ogen open naar boven wegduwt met de klank S, een harde S. Dus op een uitademing kan je naar boven duwen en zeg je S. En dan doen we dat nog twee keer. Dus je kunt je handen op enige afstand van je longen bewegen. Even voelen waar het goed voelt. Je ziet mij mijn handen wat bewegen. En stel je ook je longen voor als een driedimensionaal object. Dus niet een plat iets, maar scan jouw hele longen op oude energie. En die kun je in je handen visualiseren. Waarna je met een liefdevolle beweging deze energie buiten jouw energieveld zet met een S-klank. Dus dan adem je in. En hou je ogen open als dat gaat bij het wegduwen, zodat je als het ware echt de energie uit jouw systeem denkt. En dan doen we dat nog één laatste keer. Breng alle oude energie, alle oude emoties die misschien met verdriet gekoppeld zijn, breng dat allemaal in jouw handen. Je hoeft niet eens te weten waar dat allemaal over gaat. Jouw intentie is voldoende. En als je voelt dat je handen weer klaar zijn om weg te duwen, dan adem in en duw weg.
En dan tot slot, ik hoor dat het alweer tijd is, laten we de energie naar beneden zakken, naar beneden kammen. En daar kan je eventueel de klank bij maken als een blazende kat, maar dan iets liefdevoller. Dus laat die energie naar beneden gaan, terug naar de aarde. Eventueel kun je nog naar voren bukken om dat helemaal tot in de aarde te laten gaan. En laten we dat nog één keer doen. Breng je handen omhoog met een klank. En ook dit is de kalmerende werking voor de belangrijkste meridiaan die verantwoordelijk is voor een te veel fight-flight reactie. En dat is de triple warmer. Nou, dit zijn allemaal oefeningen die heel goed zijn. Je hoeft niet het hele blokje te doen. Je kunt ook gewoon eventjes je nek masseren. Of even, al doe je maar even deze beweging. Zo achter je oren langs. Of even deze beweging. Vaak is het ons hoofd die te ongeduldig is en die eigenlijk alle ongemakken, alle ziektes meteen weg wil hebben. Maar door contact te maken met je lichaam, met je energie en jezelf die liefdevolle aandacht te geven, kan je systeem naar parasympathisch komen. En dat is de staat waarin je kunt herstellen, zelfs van hooikoorts. Ik krijg allemaal mooie commentaren van jullie. Dat is super lief om te lezen. Dank jullie wel. En inderdaad, de liefdevolle aandacht voor de longen. En don't worry. Don't worry. Accepteer alles met een open hart. En geef jezelf die zelfzorg en die liefde. Ik wens je een heel fijn weekend. Namaste. En tot na het weekend. Maandag ben ik er weer met een volgende morning setup. Dag allemaal!